Max, ik mag je twee keer feliciteren vanavond, want we winnen met 2-1 van Lazio hier in Italië. Maar dan, je debuut. Gefeliciteerd, hoe was het? Ja, dankjewel. Ten eerste, mooi dat we hier winnen. We komen 1-0 achter. We scoren de 1-1 voor de rust. Dat was een mooie treffer van Pavlidis. Mooi uitgespeeld van het team. En dan ga je lekker de rust in. Dan kom je 2-1 voor. En dan 180ste minuut mag je erin komen. Ja, dat is natuurlijk mooi. Hier doe je het allemaal voor. En we zijn pas begonnen. Ja. Kan je eens omschrijven hoe het was dat trainer jou roept? Ja, eigenlijk niet. Het ging gewoon heel snel. Hij zei, Max, maak je ready. En toen het zover was, ja, dan is je knop meteen om van oké. Dan denk je er eigenlijk niet meer bij na. Eigenlijk na de wedstrijd komt het pas tot je door. Ja. En zodat ik hier sta, ja, is mooi. Ja. En je zegt dat komt na de wedstrijd door. Nou, dat is het nu. Hè. We zitten 20 minuten na de wedstrijd. Wat gaat er door je heen? Ja, voor alles. De supporters die hier toezingen, de mensen die hier feliciteren. Ik heb nog trouwens niet op mijn telefoon gekeken, maar die staat denk ik ook rood gloeiend. Dus ja, het is fantastisch. Is dit een moment, had je verwacht dat het zo zou zijn als je er zo lang naartoe werkt, dat je dan eigenlijk mag debuteren? Is dit hoe je dacht dat het zou voelen? Kijk, als ik eerlijk ben, lag ik wel vannacht in mijn bed en ik dacht, ja, aan mijn debuut natuurlijk. Alleen als ik eerlijk ben, zat ik in de eerste helft op de bank en ik dacht van ja, de kans dat ik erin kan komen is heel moeilijk, want het was gewoon een moeilijke wedstrijd. Zo eerlijk moet je zijn en dat het dan nog zo ver mag komen, ja, is fantastisch. Dan sta je 2-1 voor, als jij erin komt, 82e minuut, dan wil je dat natuurlijk vasthouden. Wat voor opdracht krijg je dan op zo'n moment? De trainer zei gewoon van dat ik oorlog moest maken. Pavlidis heeft heel veel energie erin gelegd en de druk zetten. En dat wou hij zo houden. En dat heb ik proberen te doen en ballen vasthouden. En ik denk als ik zo mag terugkijken wat ik allemaal heb gedaan, ja, mag ik best wel trots zijn. Je zegt ik verwachtte het niet vanavond. Is het dan misschien een beloning voor de afgelopen weken? Kijk, ik vind het heel moeilijk om zelf te zeggen van ja, als beloning, ja, dat ik het goed heb gedaan. Dat vind ik heel moeilijk om over mezelf te zeggen, maar nou ja, als je 2 doelpunten tegen Barcelona maakt, 3 tegen Eintracht Frankfurt. Ja, oké. Ja. Dan zeg ik het bij deze. Dat is een beloning natuurlijk. En dat het zo mag zijn, ja. Fantastisch.